In de vorige les heb ik jullie verteld dat de Renaissance de wedergeboorte is van het beroep van kunstenaar. Schilders, beeldhouwers, architecten en componisten worden vanaf de 15e eeuw belangrijke personen in de samenleving. Beroemde kunstenaars zoals Donatello hadden aan de ene kant leerlingen en werknemers in dienst en stonden aan de andere kant zelf vaak onder contract bij een adellijke vorst of bij de kerk. Ze waren dus niet alleen artistieke genieën, maar ook de CEO van een bedrijf. Zelfs de allergrootste kunstenaars van de Renaissance konden niet bestaan zonder de steun van rijke vorsten of opdrachten van de kerk. In de Renaissance wordt de adel een grote afnemer van schilderijen, beelden, gebouwen en muziek. De gelovige vorsten waren liefhebbers van Bijbelse verhalen, maar doordat ze ook steeds meer kennis kregen over de klassieke oudheid, werden ze ook steeds meer geïnteresseerd in de oude mythen van de Grieken en de Romeinen. De Renaissance is daarom niet alleen de wedergeboorte van de kunstenaar, zoals ik in de vorige les heb verteld, maar ook van de cultuur van de Grieken en de Romeinen. En dat noemen we klassicisme. En dat is het onderwerp van deze tweede les over de hofcultuur. Dit is Alessandro Filippepi. Om een beetje onduidelijke redenen kreeg hij de bijnaam Tonnetje, Botticelli in het Italiaans. En we kennen hem dan ook als Sandro Botticelli. En hij is een van de beroemdste Italiaanse schilders uit de 15e eeuw. Misschien dat de naam Botticelli je nog niet zoveel zegt, maar zijn werk is wereldberoemd. Botticelli was namelijk de eerste kunstenaar die mythologische verhalen gebruikte als onderwerp van grote schilderijen. Dus niet van kleine tekeningetjes, dat gebeurde eerder ook wel, zelfs in de middeleeuwen, maar van doeken van bijvoorbeeld 2 meter bij 2 meter. Het kiezen van onderwerpen voor schilderijen en nadenken welke scènes worden verteld, wordt met een moeilijk woord iconografie genoemd. Het schilderij De Geboorte van Venus uit 1485 is een heel bekend voorbeeld van deze nieuwe iconografie in de 15e eeuw. Schilders in de Renaissance hadden geen schilderijen van de oude Grieken of de Romeinen om als voorbeeld te gebruiken. De Grieken en de Romeinen maakten wel schilderijen, dat weten we, maar die zijn allemaal vergaan in de loop van de eeuwen. Maar wat wel is bewaard, waren bijvoorbeeld vaasschilderingen of marmeren of bronzen beelden gemaakt door de Grieken en de Romeinen. En daar konden kunstenaars als Botticelli in de Renaissance dan naar kijken om te zien hoe de Grieken en de Romeinen kunst maakten. En in De Geboorte van Venus kun je dat heel goed herkennen. Want de vrouw in het midden van dit schilderij, Venus, hè, dat is de Romeinse naam voor de Griekse godin Afrodite, de godin van de liefde. Bij de Romeinen heet zij dus Venus. En in de Renaissance in Italië gebruiken ze in principe altijd de Romeinse namen voor de goden. Die Venus op dit schilderij staat er net zo bij als een marmeren beeld van Venus dat in het bezit was van de opdrachtgever voor het maken van dit schilderij, namelijk de familie de Medici in Florence. Volgens het verhaal werd Venus geboren uit het schuim van de zee en ze dreef aan wal op een schelp en spoelde zo aan op een eiland. Botticelli heeft goed nagedacht over wat we noemen de compositie van zijn schilderij. En daarmee bedoelen we de plaatsing van de objecten en figuren in het kader. Hij houdt rekening met een mooie symmetrische compositie. De belangrijkste figuur staat in het midden en links en rechts van haar wordt het doek gevuld met andere figuren. In dit geval is dat links een god van de wind en rechts
een godin van de lente. En door die twee figuren links en rechts van Venus te zetten, krijgt de compositie een heel mooi evenwicht, een hele mooie symmetrie. Nou, naast een hele vakkundige compositie heeft Botticelli ook heel knap gewerkt met dieptewerking. Als je goed kijkt, zie je dat dit werk eigenlijk bestaat uit twee niveaus van diepte. Namelijk de figuren op de voorgrond en de zee op de achtergrond. En die diepte wordt nog eens versterkt met iets wat we noemen een centraal perspectief. Alle bewegingen in het schilderij, alle lijnen, gaan allemaal richting de navel van de godin, die zich dan weer precies bevindt op het verdwijnpunt op de horizon. En de horizon is zo heel mooi de plek waar de zee in de verte verdwijnt. Die Venusfiguur was ook overduidelijk erotisch, met haar ene hand op haar borsten en met de andere tegen haar kruis. Die voorstelling zou daarom overduidelijk niet geschikt zijn geweest om in een kerkgebouw op te hangen, maar in een van de paleizen van de familie de Medici hing het prima. En daar hangt hij nu nog steeds, al is dat paleis nu geen woonpaleis meer, maar een van de beroemdste musea in de wereld, het Uffizi Museum. Ook in onze tijd staat de figuur van Venus symbool voor schoonheid en erotiek. Denk bijvoorbeeld maar aan de scheermesjes van Gillette, hè, waarmee vrouwen hun lichaam uiteindelijk net zo glad en verleidelijk kunnen krijgen als dat van Venus op het schilderij van Botticelli. En de muziek in de commercial voor die scheermesjes is dan weer het nummer Venus van de Nederlandse band Shocking Blue. Hè, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Introducing Venus from Gillette, the first razor designed to make you feel like a goddess. Protective cushion surrounds three blades for the closest shave ever in just one stroke. So close, your skin stays smoother, longer. And that's something all goddesses are entitled to. Now, individually sealed blades are easy to store, easy to change. Venus, reveal the goddess in you. Vanaf de 14e eeuw werd er steeds meer onderzoek gedaan naar de klassieke oudheid door de zogenaamde humanisten. Dat waren een soort wetenschappers uit de Renaissance. Klassieke bronnen zoals kunstwerken en boeken konden helpen om de klassieke oudheid beter te begrijpen. Veel Griekse en Romeinse teksten waren tijdens de middeleeuwen verdwenen of vernietigd, omdat er volgens de leiders van de kerk natuurlijk maar één boek de echte waarheid vertelde. Toch waren er in het Oost-Romeinse Rijk nog wel kopieën bewaard van klassieke teksten en na de verovering van de stad Constantinopel door de Ottomanen in 1453 kwamen die boeken ook weer terug naar Italië. De adel in de grote Italiaanse steden begon in de loop van de 15e eeuw ook steeds meer klassieke kunst te verzamelen. En dat zijn dan niet alleen marmeren beelden, maar ook bijvoorbeeld oude munten of serviesgoed of juwelen. En de machtige leider van de stadstaat Florence, Lorenzo de Medici, maakte er zelfs een soort sport van om zoveel mogelijk Griekse en Romeinse kunstvoorwerpen in zijn paleizen te verzamelen. In 1492 werd er een lijst opgesteld van Lorenzo's bezittingen en het meest waardevolle object was een Griekse drinkbeker die maar liefst 10.000 florijnen waard was. Even ter vergelijking, wat betekent dat 10.000 florijnen? Nou, het hele paleis waarin hij woonde, het Palazzo Strozzi, kostte ongeveer 30.000 florijnen. Lorenzo woonde natuurlijk niet alleen in de stad, maar als vorst had hij ook verschillende landhuizen, villa's genoemd. En in de jaren 1480 gaf hij de opdracht aan de architect Giuliano da Sangallo om een villa voor hem te ontwerpen buiten Florence. En uiteraard moest Sangallo dat wel doen volgens de laatste mode, die van het klassicisme.
Sangallo's ontwerp verschilde van de 13e en 14e eeuwse villa's. Het ontwerp van de Villa Medici paste bij de status van Lorenzo, die als bijnaam niet voor niets Il Magnifico had. De kamers waren symmetrisch ingedeeld, het gebouw stond op een verhoging, net als veel Griekse tempels en Romeinse paleizen, en boven de ingang was een heus timpaan aangebracht. Dus net als in Botticelli's schilderij van Venus lijkt ook deze villa zo uit de klassieke oudheid naar de Renaissance te zijn gekomen. Sangallo moest als architect natuurlijk wel genoeg kennis van klassieke bouwkunst hebben. En naast veel andere teksten uit de klassieke oudheid was er ook een reeks boeken van de bekende Romeinse architect teruggevonden. En die boeken noemen we De Architectura, over de bouwkunst. En die waren geschreven door Vitruvius. Elke zichzelf respecterende architect in de Renaissance zorgde ervoor dat hij de aantekeningen van Vitruvius over klassieke verhoudingen, over symmetrie, over klassicistische elementen zoals zuilen, kende en die kennis kon toepassen in zijn ontwerpen van gebouwen. Zelfs nieuwe kerkgebouwen in Florence en in de omgeving kregen dankzij de interesse van de familie de Medici een klassiek uiterlijk. Dit is de Santa Maria Novella, ontworpen door een andere architect uit die tijd, meneer Alberti. En Alberti heeft, zoals je ziet, geprobeerd om de façade, de voorkant noemen we de façade, van de kerk te verdelen in perfecte maatverhoudingen en op verschillende punten te verwijzen naar de klassieke bouwkunst van de Romeinen. Naast de deuren aan de buitenkant zijn bijvoorbeeld Corinthische zuilen te zien en bovenop, jawel, een timpaan. Alberti kende natuurlijk de boeken van Vitruvius uit de Romeinse tijd heel erg goed, maar hij schreef ook zijn eigen ideeën over de architectuur op in zijn eigen werk. En dat werd dan weer door veel andere architecten bestudeerd voor de ontwerpen die zij maakten. In de loop van de 15e eeuw raken religieuze en mythologische stijlen en iconografie dus steeds meer met elkaar verweven. En dat is weer goed te zien op een fresco in die kerk Santa Maria Novella. Dat is gemaakt door de kunstenaar Filippino Lippi. En die toont daarin het Bijbelse verhaal van de heilige Johannes, die de gestorven Drusiana weer tot leven wekt. De inhoud, het verhaal in dit fresco, is dus Bijbels. Maar de vormgeving is overduidelijk klassiek. Die Lippi zorgt ook voor een mooie klassieke symmetrie in het werk. En bovendien dat het verhaal zich afspeelt in een fantasierijk decor vol klassieke architectuur. Niet alleen in de kunst gaat men verwijzingen naar de klassieke oudheid steeds belangrijker vinden. Ook wordt van hovelingen verwacht dat ze zich min of meer zo gingen gedragen als Romeinen. In de portretten die ze van zichzelf lieten maken, konden ze dat benadrukken. En zo kunnen wij dat ook weer zien natuurlijk. Dit is een portretje van een rijke dame, Giovanna da Tornabuoni. En zij liet zich in 1488 vastleggen door de schilder Domenico Ghirlandaio. Ze draagt rijk versierde kleding gemaakt van dure stoffen. En rechts van haar hangt een tekst van de Romeinse dichter Martialis. En de vertaling is iets als: O kunst, als jij in staat bent om het karakter en de ziel te laten zien, dan bestaat er geen mooier kunstwerk op aarde dan deze. Machthebbers in de Renaissance kwamen er al snel achter dat de vergelijking met Romeinse heersers een positieve uitwerking had op hun status als vorst. De schrijver Niccolò Machiavelli schreef zelfs een heel boek over waarom vorsten in de Renaissance zich het beste als Romeinse keizers konden gedragen. De Florentijnse heerser Lorenzo il Magnifico die liet rond 1470 een graftombe ontwerpen voor zijn vader Piero en voor zijn oom Giovanni. En dat werd gedaan door de vaste hofkunstenaar van die familie in die tijd. En dat was Andrea del Verrocchio. En Verrocchio was toevallig ook weer de leraar van Leonardo da Vinci, maar die komt de volgende les pas voorbij.
Nou, die graftombe die werd geplaatst in de kerk San Lorenzo in Florence. Dat was een kerk waar alle leden van de familie de Medici begraven werden. En die tombe was gemaakt van een hele dure steensoort, rode porfier. En dat is niet zomaar gedaan, want in de klassieke oudheid, bij de Romeinen, werd voor graven van keizers ook precies die steensoort gebruikt. Die tombe wordt ondersteund door twee schildpadden, en dat is ook niet zomaar gekozen. Die verwijzen namelijk naar de Latijnse spreuk Festina Lente, haast je langzaam betekent dat. En dat was dan weer het motto dat gebruikt werd door machtige Romeinse keizers als Augustus en Constantijn. Ook verhalen uit de klassieke oudheid konden goed gebruikt worden om de macht van de heersers te laten zien aan de toeschouwers. Rond 1550 bestelde Cosimo de Medici bij de beeldhouwer Benvenuto Cellini een bronzen beeld van de Griekse held Perseus. Dat Cosimo bij Benvenuto Cellini een beeld bestelde, dat was wel een gewaagde keuze, want Cellini was een kunstenaar die zich lang niet altijd hield aan de regels van het hofleven en de eisen van de opdrachtgevers. Cellini's leven was zelfs zo bijzonder dat er een opera over geschreven is in de 19e eeuw door de Franse componist Hector Berlioz. Little opera that Berlioz did three different versions of them, and apparently none of them really worked. We're here to fix it. As usual with Berlioz, amazing music, extraordinary music. He takes chances. He was so far ahead of anybody else. And that's what I love about him, because he's dangerous. It's trying to work out this balance to maintain romanticism, outrageousness, scoundrelness, and true artistry. An interesting mix. I don't analyze what I do when we're working either in Python or animation or films or opera. I just do what seems to be, to me, honest or truthful or entertaining or funny. I actually approach an opera not like an opera. My attitude is we're putting on a show. It's a huge cast, it's huge chorus, huge everything. Lions eat. The crowd goes crazy. Yes, ladies and gentlemen, Rome lives. They should come and see it because it's such a rare piece. And so that's what we're doing. Maar die Cellini was naast een rare snijboon ook een talentvolle kunstenaar die in staat was om de paleizen van de familie de Medici klassiek te decoreren. In 1525 had Cosimo al een marmeren beeld van de Griekse held Herakles laten maken. Maar Perseus van Cellini zou de populariteit van dat beeld zelfs nog moeten overtreffen. Het is een bronzen beeld en het is meer dan levensgroot. En we zien daar Perseus nadat hij het monster Medusa heeft verslagen. Hij heeft haar hoofd afgehakt en hij staat met zijn voet op haar onthoofde lichaam. En uit zowel het lichaam als de kop van Medusa die hij in zijn hand heeft, stroomt het bronzen bloed. Die Perseus van Cellini kan je nog altijd bekijken in Florence, staan nog altijd op de oorspronkelijke plek, namelijk in de Loggia della Signoria. Dat is een soort overkapping waaronder allerlei mooie beelden staan, midden in Florence. En
door dit beeld van Perseus midden op een openbaar plein te zetten, en dus niet bijvoorbeeld in de binnentuin van een van zijn eigen paleizen, kon het gebruikt worden door Cosimo als propaganda. Was Cosimo immers niet net zo heldhaftig, slim en sexy als deze Griekse held Perseus? Tot slot, het begrip renaissance staat dus voor de wedergeboorte, dat is ook wat het letterlijk betekent, hè, van twee zaken in de 15e eeuw. Namelijk aan de ene kant dat van het beroep kunstenaar met een grote maatschappelijke status. En aan de andere kant van de klassieke oudheid als bron van verhalen in de beeldende kunst en als inspiratie voor de bouwkunst. Met name de adel zag veel kansen in klassieke verwijzingen om hun macht te benadrukken. Rond 1500 bereikte de Renaissance ook de stad Rome, waar ook de leiders van de kerk volop gebruik gaan maken van kunst om hun invloed te laten zien. Maar dat is het onderwerp van de volgende les. Arrivederci.